Ja, is moeilijk te zeggen. Wawrinka heeft natuurlijk weer gewonnen. Maar ja, Kachanov is een hele goede binnenspeler. Heeft Parijs-Bercy gewonnen, zijn 1000 toernooi. En ja, in de dubbel won Kachanov met zijn partner gisteren van Wawrinka. Zegt eigenlijk niks, maar daar zag ik wel dat Kachanov gewoon goed staat te spelen. Dus ja, moet echt aan de bak. Maar als hij die service terug kan krijgen en eenmaal in de rally kan komen, dan denk ik dat Wawrinka gaat winnen. Maar het hangt er dus vanaf hoe goed Kachanov serveert en hoe goed Wawrinka retourneert. Ja, ik hoop altijd dat hij het hier goed gaat doen. Nog niet zijn beste tennis laten zien bij ons. Maar misschien, hoe raar het ook is. Het is zo'n populaire speler en speelt heel goed. Volgens mij als hij het publiek heel erg op zijn hand heeft. Wat hij ook hier heeft trouwens normaal gesproken. Maar misschien is dit de ommekeer voor hem. Dat in een lege Ahoy dat we hem zijn beste tennis zien spelen. Ik denk dat hij best wel goede kans heeft. Hij speelt tegen Coric. Die heeft nog niet voor mij heel veel gespeeld sinds de coronatijd. Hij staat nummer 25 van de wereld. Natuurlijk wel erg hoog. Maar een paar weken geleden stond Botik nog matchpoint voor tegen Kachanov, die nummer 20 van de wereld staat ongeveer. Dus hij is gewend van iemand uit die regionen te spelen qua ranking. Dus hopelijk kan hij één puntje meer maken dan, zou ik maar zeggen, een paar weken geleden tegen Kachanov. En we gaan het zien. En het zou mooi zijn, mooi voor hem om op dit niveau een wedstrijd te winnen. En ook een kans om tegen nummer 3 van de wereld, tegen Medvedev te spelen als hij wint. We proberen altijd de Nederlandse dubbels op centercourt te krijgen. Gisteren verloor helaas Arendsen en Pel. Dus hopelijk vandaag wel Nederlands succes op centercourt. Dubbel succes. Ja, Rublev voor mijn gevoel zou zomaar finale kunnen halen. Hij staat heel erg goed te spelen. Ik zag hem in die dubbel spelen tegen Wawrinka samen met Kachanov. Zeker de eerste set, miste geen bal, maar zo hard. En als hij een harde bal kreeg, dan sloeg hij hem als het ware nog harder gecontroleerd terug. Misschien wordt het totaal niks, maar voor mijn gevoel zou hij ons zomaar de finalist kunnen zijn deze week. Wie weet, altijd even afwachten hoe het gaat. Maar hij is gewoon een hele goede tennisser. Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal en mis niks van het ABN AMRO World Tennis Tournament.